dag, hallo. En tevens, hoi, Graaf Geo mag weer eventjes los uit zijn kooi. Dat klimaatsysteem, met al die lettertjes en shit. Van Vladimir Kuppen, nou dit is hoe het zit. Die kerel dacht dus op een morgen zo van hey. Ik rangschik de klimaat en zo van A tot en met E. Daarachter doe ik dan nog een lettertje of twee. Wil je uitleg? Hou je mond en luister lekker mee. De A die is van... De Lion King Savanne is daar een voorbeeld van. Ja, A is ook de jungle die zo langzaamaan verdwijnt. Altijd warm omdat het zonnetje er wat recht schijnt. Ga je naar AF, vergeet dan niet je paraplu. Dat is dus het regenwoud, daar plenst het continu. AM en AW hebben wel een droog seizoen. Dan is het er bruin, en anders is het groen. De B staat voor A wat droog, bijzonder weinig water. BS staat voor bullshit. Nee, voor steppen, hou je snater. BW is de woestijn, bijvoorbeeld de Sahara. Daar vind je dus kamelen. Nou, zie je die mascara? Deze rep is middelmatig, zoals de C-klimaten. Dit is waar de Nederlanders continu op haten. CS is wat je vindt rond de Middellandse Zee. Of moet ik soms zeggen, Middellandse Zee? De D staat voor... Damn. Wat een groot verschil. De zomer is oké, maar de winter superkil. Het type klimaat waar een dennenboom van houdt. Daar vind je dan ook taiga, niet de rapper, maar het woud. E staat voor... Wat is het koud? Zullen Eskimo's nooit denken? Je gaan wonen was een fout. Veel te koud voor plantjes. Alleen wat stomme mossen. Tot global warming ze van die vrieskou komt verlossen. Dit waren de klimaten. Valt toch best wel mee. Van het regenwoud van A tot de polkappen van E. En zie je die extremen van hoe heftig het soms gaat. Word je stiekem blij met ons Hollandse klimaat. Kale kippen, niet te strippen. 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 Oké, okay, dat was hem weer. Niet te strippen. Abonneer even, dat vind ik leuk. Ik ga weer weg. Geschiedenisdocenten in elkaar slaan. Adios.